De organisatie van de profronde van Tiel zoekt via verschillende wegen de media om zodoende flink wat publiciteit te genereren. Naast de lokale pers, waaronder de Gelderlander, de zakenrit Stad Tiel en Stadstv Tiel, is de organisatie ook nadrukkelijk te vinden op internet. Donderdag 21 juli was er zelfs landelijke aandacht, doordat Malou Pluim, de rondemis, optrad in het programma Tour du Jour van RTL 7. Het programma werd bekeken door 700.000 kijkers. Naast Malou was Gert Jacobs, woonachtig in Tiel en ex-wielrenner, een van de sidekicks van het programma. De avond zelf bij Tour de Jour was hartstikke leuk. Ik heb echt volgens mij de profronde in Tiel kunnen promoten en een leuk beeld neer kunnen zetten. Dus ja, eigenlijk hartstikke leuk. Ook maatschappelijk is de profronde betrokken bij Tiel. Zo wordt een gedeelte van de opbrengst van de toertocht, die zaterdag wordt gereden en waar iedereen aan kan deelnemen, geschonken aan de palliatieve zorg in Tiel. Voorzitter Rabbingen hierover. Ik ben voorzitter sinds 1 juni van de Stichting Vrienden Palliatieve Terminale Zorg Tiel. En dat is een organisatie die zich belast met mensen die dus vrijwilligers geld wil sponsoren, dat de mensen behulpzaam kunnen zijn in de hospice en mensen die terminaal zijn, thuis of vrijwilligers, daar kunnen helpen. En vanuit de wielerronde willen ze ons sponsoren om daar geld voor beschikbaar te stellen. EB Personeelsdiensten is een van de sponsoren die ervoor zorgt dat de profronde in Tiel doorgang kan vinden. U hoort Elko Becker, directeur. Onze band met de profronde is eigenlijk een band vanuit de historie. Bij de eerste editie van de profronde was ik zelf reeds betrokken. En daarna hadden we wel contact gehad met Wim Verrooyen. Wim Verrooyen heeft ons nu ook weer benaderd voor de tweede editie van de profronde. En wij delen zijn enthousiasme en zodoende zijn we er weer graag bij betrokken. EB Personeelsdiensten is een uitzendbureau, met name voor Poolse arbeiders. En wij zetten onze medewerkers weg in de industrie, waar ingepakt wordt, waar productiewerkzaamheden zijn. Mensen doen dat graag en wij stellen ons graag voor als zij een bedrijf eerlijk en beter. Ik ben Marlou Pluim en op 31 juli 2011 ben ik de rondemis van de profronde in Tiel. Het laatste weekend van juli vindt er in Tiel een wielerweekend plaats. Met als hoogtepunt op 31 juli 2011 de profronde van Tiel. Waaronder toerhelden verschijnen als Hogerland, Ruig en Mollema. Jullie komen toch ook? Tot slot nog de prijsvraag. Wie was de eerste voorzitter van de profronde van Tiel? Was dat A. Ad de Keizer, B. Henk Driessen of C. Jan Beijer? Uw antwoord kunt u sturen naar prijsvragen@stadstvtiel.nl. Onder de goede inzenders wordt een profronde VIP-arrangement verloot.